Ja, we hebben een heel serieus gesprek gehouden. Dat was wel heel prettig. Ik had rekening gehouden met een kwartiertje, maar we kregen een uur in principe. De heer Ras van de Milieudienst was ook aanwezig. En samen met de heer Schotten en Kenneth Valpoort hebben we het gesprek gevoerd. We hebben eerst eigenlijk kenbaar gemaakt van, nou ja, we zijn hier eigenlijk vanuit het incident witte poeder. Maar behalve het witte poeder willen we gewoon weten van hoe zit het met die structurele vervuiling. Wordt daar nog wat aan gedaan? Nou, we hebben de indruk gekregen dat dat heel serieus wordt genomen. Het witte poeder hebben we gevraagd of daar nu een rapport van is voor ons beschikbaar is. Dat hebben ze vandaag pas gekregen van de ISLA. En krijg een samenvatting zal ons worden toegestuurd vanuit de Milieudienst. En als ik hoop dan dat daar inderdaad in staat van, nou, wat is de samenstelling en wat zijn de hoeveelheden vooral. Want wat erin zit weten we allemaal wel. En we weten ook allemaal wel dat het ketcrackerpoeder is. Dus dan hopen we dat we dat krijgen. Nou, hij heeft een heel verhaal gehouden over zijn visie over een groene Curaçao in de toekomst. Dat hij daar heel serieus mee bezig is. En ook alle wijken die daar structureel in worden betrokken. Wat hij aangeeft eigenlijk met name is dat de booscentrale de boosdoener doener is. Ja, hij zoekt naar alternatieven brandstoffen. Sorry. En die dus veel schoner zullen zijn en ja, dat hij daarmee kan gaan werken. Ja, wat onze vraag eigenlijk was van, ja, wat is er nou voor ons op korte termijn te voelen? Want dat lange termijn, dat is natuurlijk hartstikke goed en positief, maar wij willen gewoon het liefst natuurlijk nu niet last hebben van die stank. En van die overlast. Daar gaf hij eigenlijk aan dat op het moment door normen niet worden overschreden. Dus, en de reden dat het af en toe dus misgaat, is dat de booscentrale problemen heeft. Dus de ISLA zelf, of tenminste de raffinaderij. Ja, wij noemen eigenlijk gewoon alles de ISLA, want voor ons, wij willen helemaal niet gaan opsplitsen wie nou verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Wij noemen altijd maar gewoon de ISLA. Ja, dus de BO, die is vaak de oorzaak voor uitval. En dan komen er problemen. Maar ja, hij geeft zelf aan, er worden nu geen normen overschreden. Dus dat is een beetje een moeilijk gesprek. Want ja, aan de andere kant wordt er wel geroepen dat de normen worden overschreden. En ook deze nacht lagen wij allemaal weer in de stank. We hebben gevraagd wat we doen met de mensen, zieke mensen nu in Wichimarchena. Die mensen zijn echt heel veel zieke mensen die thuis zitten, die vaak gewoon hun medicijnen niet kunnen betalen. En het eigenlijk een beetje moedeloos van geworden zijn om daar nog tegen te gaan strijden. We hebben gehoord, hij wilde het heel serieus aan gaan pakken. Hij wilde mensen ook door artsen laten gaan bezoeken om te kijken van, nou, wat is nou precies aan de hand. En dan wilde hij ook met een daadwerkelijk plan komen hoe deze mensen geholpen kunnen worden en ook financieel. Ja. Wat we daar kunnen doen. Heel concreet hebben we eigenlijk een aantal afspraken gemaakt. De ISLA wil ons graag ontvangen. Ze hebben zelf helemaal de indruk dat we de ISLA willen, dus de raffinaderij willen gaan sluiten. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet ons idee. We willen gewoon voor de bewoners een schone lucht. Dat is ons streven. Maar ze hebben ons uitgenodigd. Dus als het goed is, krijg je straks een telefoontje van de minister-president. En heeft hij een afspraak voor ons gemaakt. Dan krijgen we het rapport van de Milieudienst van de Witte Poeder. Dus de samenvatting, dat gaan we ontvangen. Dat hele project, dat groene project wat hier voor Curaçao gaat lopen, dat heet het PARIC-project. Daar krijgen we ook een presentatie van, zodat wij wat beter geïnformeerd zijn. Ons probleem is ook dat we niet geïnformeerd worden. Dus de angst die ontstaat door de onwetendheid is ook heel groot, omdat we bij niemand terecht kunnen. Dus ik heb ook gevraagd, waarom worden brieven niet gewoon beantwoord? Ik stuur een brief, het is een kleine moeite om alleen al even aan te geven van, ik heb uw brief in goede orde ontvangen. Nou, daar moet allemaal aan gewerkt worden. ISLA geeft zelf ook aan dat ze heel slecht hebben gefunctioneerd qua informatievoorziening naar de bewoners toe. Dus dat hebben ze wel inderdaad erkend. En we gaan dus een idee opstellen en wat we kunnen doen aan de zieke mensen die nu echt last hebben in Marchena. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die besproken zijn. Maar het werd heel serieus genomen en hij zei ook van, ik ben echt ook van plan om het beter te houden. Ik zeg, wat moeten we nu weer heel lang gaan wachten? Hij zei, nee, in principe kan je er best rekening mee houden. Binnen nu een half jaar is er echt schonere lucht. Dus dat gaat gebeuren oftewel door andere fuel, dus andere brandstof. Of dat we gaan kiezen voor filters. Maar hij zegt, ik ga niet korte termijn oplossingen snel verzinnen die dan achteraf te duur waren. En ja, dan krijg ik daar weer verkeerde beslissingen over genomen. Dus hij zegt, ik wil het wel goed overwegen wat ik beslis. En
Ja, ik was wel tevreden over het gesprek. Ik ben in ieder geval blij dat we in gesprek zijn en dat we dat het open is. En dat wij heel duidelijk hebben kunnen aangeven dat onze zorgen echt bij de bewoners liggen. En iedereen die nu gewoon ziek thuis zit. Ze heeft er vertrouwen in. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Hij heeft trouwens ook uitgelegd hoe het zat met de relatie Venezuela. Heeft hij ook uitgelegd dat hij voor Venezuela eigenlijk ook wel belangrijk wil zijn. Dat zij ook inzien dat hier wat moet veranderen. In 2014 moeten alle producten die opgeleverd worden door de raffinaderij wit zijn. Dat zijn een aantal normen waar je dan aan moet voldoen. Daar voldoen ze helemaal nog niet aan. En het is eigenlijk heel duidelijk dat hij ook zegt van nou, als die producten op dat moment niet voldoen, dan kan je ook niets meer verkopen en dan moet eigenlijk de isla dicht, de raffinaderij dicht. Maar ook Venezuela, door zijn contacten die hij dan nu heeft warmer heeft gemaakt, hebben aangegeven, nee, wij willen wel ook daaraan gaan werken. Ik weet niet of het haalbaar is, het klinkt allemaal heel mooi. Ja. Maar in principe zouden we in 2014 moeten er allemaal witte producten worden opgeleverd daar. En dan, dan zou het allemaal mooier moeten zijn. En over een half jaar al schonere lucht. Ja, nou op zich, ik vroeg van, ik zeg, kan je ook zeggen wat is snel of wat is een termijn? Het is allemaal zo vaag, want we zijn al 20 jaar bezig om schonere lucht te krijgen. Hij geeft zelf aan, de norm wordt niet overschreden, maar mijn persoonlijke norm wordt wel overschreden, want hij vindt zelf dat het niet meer kan. Dus het ligt aan de minister-president dat we nu schonere lucht gaan krijgen? Ja, dat gaat hij allemaal regelen. Nee, maar hij gaat, hij heeft zelf, ik zeg nou, wat hebben we nou over een jaar, hebben we nou over een half jaar. Hij zegt nou, als het aan mij ligt over 2 maanden, maar dat is niet reëel. Want ik wil niet zomaar snel een investering doen om daarvoor, weet ik veel hoeveel geld, daar die filters te plaatsen. Maar zijn streven is natuurlijk een schonere brandstof. Ja. En hij zegt, daar kan ik al heel veel mee bereiken. En dat is een iets langer termijn. Maar 6 maanden was heel reëel toen ik dat vroeg. Dus u bent niet ontevreden? Nee, ik ben niet ontevreden. Zijn focus was nu, moet ik zeggen, wel meer op de olie. De olievervuiling. Dat willen ze dus wel heel structureel aanpakken. Er is een rapport in 1996 verschenen. Wat natuurlijk nu niet meer echt voldoet. Dus dat is weer uit de stof gehaald. Dat is herschreven door dezelfde partij. En die hebben dat eigenlijk geüpdate. En dat project willen ze ook wel echt gaan uitvoeren. Dus dat de hele olievervuiling, dat die aangepakt wordt. Ja.